Op een druilerige doordeweekse dag rond lunchtijd valt het nog mee. Maar in weekenden en op vrije dagen is het een af- en aanrijden van auto's met karretjes. Bezoekers die rijden met de auto het terrein op, maar nadat ze het terrein op zijn gereden, moeten ze misschien een aantal keer verplaatsen naar verschillende bakken. Ze lopen over het terrein. Dat is, zeker als het wat drukker is, is dat makkelijker om eventjes naar een andere bak te lopen. En daardoor krijg je dus best wel ingewikkelde verkeerssituaties. En vanuit veiligheidsoogpunt zou het beter zijn als we dat in de toekomst wat beter kunnen reguleren. En tussendoor rijden dan ook nog de grote vrachtwagens en kranen van de Milieustraat rond. En daarvoor is het nodig dat we een betere scheiding maken tussen de bezoekers van de Milieustraat en onze eigen vrachtauto's die hier op het terrein komen om containers af te zetten, om de volle bakken om te wisselen. Nou, dat gaat met grote materieel. En op dit moment zijn we bijvoorbeeld tussen de middag nog gesloten. Dat is niet omdat we dan een pauze hebben, maar dat is echt omdat de medewerkers die tijd nodig hebben om hier met grote voertuigen die bak om te wisselen. Dat moet handiger, vindt de gemeente. Maar op de huidige plek gaat het allemaal niet passen. De gemeente wil daarom het naastgelegen braakliggende grasveld kopen. Dus de uitbreiding met een stukje aan de zijkant, dat zou een welkome uitbreiding zijn. Dan verplaatsen we daar alle bewegingen die we met onze eigen voertuigen moeten doen, het ophalen en het afzetten van containers. En dan kunnen we het hier beter inrichten voor bezoekers. Dat betekent dat de inrichting van de Milieustraat opnieuw op de tekentafel komt te liggen. Want de wethouder verwacht dat de Milieustraat de komende tijd meer op het bordje krijgt. Ja, uiteindelijk is het landelijke beleid dat we in 2030 naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner gaan. Dus dat betekent dat we nog beter zullen moeten scheiden. Nou, voor heel veel grote stromen gaat dat goed. Hè. Papier, glas, textiel, verpakkingen. Maar we zullen de komende jaren ook naar veel kleinere stromen zullen we beter moeten kijken. Ik vraag me dat zelf ook wel eens af. Mijn koffiepads of mijn sinaasappelschillen kun je ook apart verwerken. De gemeenteraad van Dronten gaat deze zomer over het plan beslissen.